In deze video maken we witte asperges met gerookte beekridder en een saus van mierikswortel en kefir. We gaan beginnen met het schillen van de asperges. Die schil ik als volgt. Ik hou het kopje met mijn rechterhand vast en mijn dunschiller met mijn linkerhand. En dan ga ik met mijn dunschiller naar beneden, maar ik geef geen kracht op de dunschiller. Zo blijf je asperge heel mooi rond. Het kontje van de asperge snij ik ook af, want die is heel houterig en die is niet eetbaar. Klassieke bereiding van de asperges gaan we maken. Tegenwoordig kan je hem ook sous vide doen. Dat houdt in dat je hem in een vacuümzak in een stoomoven gaart. Of je blancheert hem. Maar we gaan hem nu gewoon in koud water opzetten met de klassieke specerijen. Dat is laurier, nootmuskaat, wat peperbolletjes, foelie. Die gaan erbij. Daarbij doe ik ook een eetlepel roomboter. En wat zout. En natuurlijk de asperges schillen. Zo geef je nog meer smaak aan je water. En krijgen de asperges uiteindelijk veel meer aspergesmaak. Dus die doen we erbij. Asperges doe ik erbij. Kies voor een pan die groot genoeg is, zodat je hele asperges verticaal of juist horizontaal in de pan kunnen. Niet dat ze half uitsteken en dat ze ongelijk gaar worden. Dat wil je niet. Dit vocht laten we nu koken. Zodra die kookt, zetten we hem aan de zijkant van het fornuis en laten we hem nog even doorgaren in zijn eigen vocht. Dan gaan we ondertussen de saus maken. De saus van kefir. Kefir is een melkproduct dat wordt gefermenteerd met melkzuren en met gisten. Daarbij beginnen we met een uitje. Het uitje gaan we snipperen. Eigenlijk de basis voor elke saus begint eigenlijk altijd wel met een gesnipperd uitje. Die fruiten we helemaal aan totdat de ui glazig is. Dat houdt in dat hij transparant is. En dan is de scherpe smaak van de ui is vervangen door het zoete van de ui. En dat wil je hebben. Zo, nu, dit is wat ik wil. Het water kookt. Ik zet het deksel op de pan en ik zet het vuur uit. Nu laat ik hem nog heel even doortrekken en garen in zijn eigen vocht. Het uitje is gefruit. Dan heb ik hier een eetlepel mierikswortelpuree. Een grove mosterd. Die zet ik ook even aan. Zo, de mierikswortel en de mosterd zijn ontzuurd. Gaan we nu de kefir toevoegen. Kefir kan je een beetje vergelijken met yoghurt. Het heeft hetzelfde zuurtje bijna. Dit laat ik 10 minuutjes rustig koken. Gaan we het nu schoonmaken. Dit is een gerookte beekridderfilet. Het is familie van de salm. Veel minder bekend dan de vertrouwelijke Noorse salm. Maar even lekker of misschien wel lekkerder. Het huidje zit er nog op. Die gaan we even eraf snijden. Vanaf de staart snij ik hem een stukje in. Tegen de huid aan. En dan pak je het stukje huid en dan trek je hem zo in één keer van de huid af. En deze gaan we in plakjes snijden voor op het gerecht zometeen. We gebruiken nog wat verse kruiden bij het gerecht. Peterselie. Peterselie hoort ook wel altijd wel bij de aspergegerechten. De kruiden, als je die fijn hakt, duw ik een beetje in elkaar. En dan ga ik met een mes er doorheen. De saus gaan we nu monteren met koude klontjes boter. De saus verdikken. En dan halen we de staafmixer er doorheen. Om hem ook helemaal glad te maken. Het uitje gaan we nu pureren. Die mierikswortel in die saus is nu heel subtiel. En dat zuurtje van die kefir, wat in de saus zit, is ook heel lekker. En dat gaat heel goed bij de asperges zometeen. Ja, die zijn nu goed. Die halen we uit de pan. Die gaan we dan nog een beetje bijsnijden. De asperges ga ik nu glaceren. Glaceren doe je om de groentes mooi te laten glimmen en ze de laatste smaak mee te geven. Dat doen we door een beetje van die aspergebouillon. Samen met een klontje boter. Daarbij voeg ik een beetje zout toe. En door te draaien in je pan ontstaat die glaçage, noemen we dat. Daar doen we de asperges bij. Die laten we dan glaceren, zoals we dat noemen. Alle saus en alle boter moet nu om de asperges gaan hangen. Dan voegen we ook de gesneden blaadjes van de peterselie voegen we er toe. En de steeltjes voegen we als allerlaatste toe, want ik wil juist dat die heel mooi
krokant blijven. Zodat je een heel mooi fris krokantje in je gerecht krijgt. Dan gaan we het bord opmaken. Ik gebruik voor een diep bord, gebruik ik, zodat de saus mooi in het midden van het bord blijft. En dan doe ik een kopje en dan een steeltje om en om. Dan hebben we hier de gerookte beekridder. En de saus die gaan we nog één keer met de staafmixer. Gaan we een schuimlaag op de saus creëren. Dan doen we ruim saus in het bord. En als allerlaatst pak ik nog dat schuim van de oppervlakte mee. En we maken het af met een klein beetje peterselie nog. Nou, dit is mijn gerecht. Witte asperges met gerookte beekridder en een saus van Mierikswortel.